Er komt een moment in het leven van elke chocolatier dat zijn chocolade donker en bitter wordt. En dat hij de lepel naast zich moet neerleggen. Dat hij het moet geven aan iemand nieuw. Maar wie? Regenboog in stukjes. Versiert hij met een zucht. Weegt ze in de zon en laat ze smaken als een vrucht. De snoepjesmaan. Ja, de snoepjesmaakman. Ja, de snoepjesmaakman. Als je klaar bent met je werk, is er nog één ding wat ik wil. Breng ik alles zelf naar hier, dan vraag ik hoe is er nog meer. En mag ik ook een Wonka rim? Dit doen we dan in twee. Willy Wonka is een eigenaar van een heel grote chocoladefabriek. En... Het begint toch al een beetje op ouderdom te komen. Je ziet dat er niet aan, laat dat heel duidelijk zijn. Maar hij is bereid, hij is er klaar voor om eindelijk zijn chocoladefabriek door te geven aan een nieuw iemand. Iemand die evenveel passie heeft als mij voor chocolade en het experimenteren. We zagen het hier net, er zijn veel kinderen ook bij betrokken. Hoe is dat? Dat is keileuk. Het is al eigenlijk vooral voor de kinderen een heel lang proces geweest. We zijn al maanden bezig met de audities. We beginnen nu in de eindfase te komen. Dus we beginnen nu toch al zo'n zicht te hebben van die kunnen we als Oompa Loompa gebruiken, maar die kunnen we ook als Charlie gebruiken. Niet iedereen was er, maar het publiek weet eigenlijk wel al, wij weten ook al, er zitten drie Charlies tussen, hè. Maar wij weten nog niet wie, of wij hebben al een gedacht, maar dat kan ook nog altijd veranderen. Dus het is ontzettend spannend. Het is echt ontzettend spannend, maar het is zo'n toffe zoektocht. Ik hoop dat het ook gewoon een heel leuk avontuur is voor de kinderen zelf. Dat zelfs als ze er niet bij zouden zijn, wat ik natuurlijk niet hoop, dat ze daar toch op kunnen terugkijken van dat was echt een heel leuk avontuur, we hebben daar iets van bijgeleerd. En ja, dat hoop ik. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb zelf het geluk gehad om als kind in een musical te zitten, The King and I, in Ballet van Vlaanderen. En dat zijn voor mij herinneringen voor mijn leven. En ik hoop dat wij dat vooral kunnen meegeven aan de kinderen. Wie verpakt het zonlicht? Besprenkelt het met dauw? Doopt het dan in suiker met een laagje van cacao? De snoepjesmaan, ja, de snoepjesmaakman. Ja, de snoepjesmaakman stopt veel liefde in zijn snoep en maakt het leven zoet. Mag je zelf ook een golden ticket uitdelen? Ik heb er al een uitgedeeld bij de audities, hè. Zeer zeker, zeer zeker. En hoe voelt het om zo'n gouden ticket te overhandigen? Machtig. Nee, letterlijk en figuurlijk. Dat is iemand waar ik ontzettend hard in geloofde. En zo had ieder persoon in elke stad van jurylid een gouden ticket om uit te delen. Laat het duidelijk zijn, we geloven in elk kind dat hier staat. Maar dat was zo iemand waarvan ik dacht van, ja, oké, dat is zo dat sprankeltje. Die gaan we even motiveren om te zeggen van, je bent goed bezig. Maar iedereen was goed bezig. Het is zo'n fijne zoektocht, echt.